Goedendag, u kijkt naar het weerbericht van weerplaza.nl. Afgelopen nacht is het behoorlijk opgeklaard en bij weinig wind daalde de temperatuur op een aantal plaatsen net onder het vriespunt. En daarmee hebben we de eerste vorst van dit najaar en zelfs de eerste vorst sinds 4 mei. Vanochtend komt ook nog op een aantal plaatsen mist voor, de mist zal geleidelijk aan gaan optrekken. En dan in het midden en zuiden van het land schijnt de zon behoorlijk, maar in het noorden komen veel wolkenvelden voor en drijft ook af en toe een buitje vanaf zee binnen. Later op de dag kan ook in het midden van het land een enkel buitje voorkomen. Het wordt ongeveer 13 graden en de wind is zwak of matig. Vanavond wolkenvelden en opklaringen, halverwege de avond is het een graad of 7. Komende nacht kan het opnieuw lokaal licht vriezen en kan zich mist vormen. Morgenochtend lost de mist dan geleidelijk aan weer op en dan wordt het uiteindelijk 13 of 14 graden. Dus wisselen bewolkt en vooral in de kustgebieden komen een paar buien voor. Dinsdag, woensdag en donderdag blijft het rustig najaarsweer. Af en toe valt er een enkele bui. Van tijd tot tijd schijnt de zon. Wolkenvelden bepalen ook toch wel een flink deel van het weerbeeld. De wind gaat op woensdag en donderdag wat toenemen naar matig kracht 3 of 4 uit het noordoosten. Ik ben Ben Kamp van Weerplaza.nl.